ingezet om de menigte te besproeien. Dus ik weet niet wanneer dat precies zal gebeuren, maar ze hebben dat hier omgeroepen dat straks zal gebeuren. Er kan geen volk meer bij, zoveel is duidelijk, hè, Julie? Nee, absoluut. Ik heb inderdaad een tijdje geleden de bevestiging gekregen van de politie dat de markt definitief afgesloten is, dat er dus echt niemand meer op kan. Dat is al langer duidelijk dat het hier zo vol staat. Het is echt verzadigd. En de straten hier rond natuurlijk staan ook helemaal vol. Er is een onwaarschijnlijke massa op de been in Brussel. En ja, de omstandigheden zijn zwaar, die brandende zon. Maar toch zie je dat het enthousiasme van de mensen hier onwaarschijnlijk groot is. Mensen staan hier met hele families, met kinderen, met vriendengroepen. En dansen al urenlang. Ze zingen al urenlang. Dus straks volgt dan die apotheose. Dat zal wat geven. We zien intussen mensen die op alle mogelijke manieren zo goed mogelijk zicht willen krijgen om die duivels die passeren door nu echt een onwaarschijnlijke mensenzee. Moet je dit beeld zien, zeg. Agenten en motards die moeite hebben om de weg vrij te maken voor de bus met de helden. Het is toch onvoorstelbaar wat een gevoel van trots zo'n voetbalspel kan losweken bij de mensen. Ja, ik denk nu in eerste instantie ook aan die buschauffeur. Want die zal het ook wel een serieuze verantwoordelijkheid hebben dat hij niet te snel dat alles goed onder controle houdt. Want ja, dit is waanzin. Hè. Dit is nooit gezien, denk ik. Dit moet toch, zij die al zoveel meegemaakt hebben, dit moet toch op hen ook indruk maken, denk ik dan. Ja, uiteraard. Ja. De mannen zijn wel wat gewoon in hun eigen clubs voor 60, 70, 80.000 mensen te spelen. Maar ik denk toch dat ze dit nooit zullen vergeten, wat er nu overkomt. Het is nu 2:30. Ik dacht dat het tijdschema vrij ruim berekend was om op die markt te geraken. Maar ze zullen nog flink hun best moeten doen om dat allemaal te halen als je ziet wat daar aan mensen staat waar de kolonne doorheen moet. En dan komt dit nog. Stel je maar eens voor, dan moesten we wereldkampioen worden. Hè. Ja, dan kan je nog groter aanpakken dan dit, ik weet het niet. Maar... Dat is dan voor de volgende keer. Ja. Laat ons hier nu al van genieten van dat brons van die verdiende derde plaats. Je moet toch rekenen, het is vakantie, er zijn veel mensen op reis, er zitten veel mensen aan zee. En toch zo'n massa op de been. In die hitte. We waren er net over Martinez bezig, dus die zich nu eigenlijk toch een beetje weer bescheiden achterop houdt daar in die eerste bus. Leo, hoe kijk jij tegen de man aan na dit WK? Ja, hij heeft vooral voor het WK al bewezen dat hij ballen aan zijn lijf had door zijn keuzes die hij heeft gemaakt. Daar moet je toch al een serieuze persoonlijkheid voor zijn, want hij kon het zich ook makkelijk gemaakt hebben door te zeggen van ja, om nu maar nog eens voor één keer een Nainggolan te noemen. Ja. Ik ga hem gewoon meenemen en ik ga hem wel kort genoeg. Om pers en publiek zoet te houden, maar dat heeft hij niet gedaan. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Dus daar kan je in eerste instantie al chapeau tegen zeggen. En wat hij daar... Er is ook nooit iets negatiefs naar buiten gekomen rond die Rode Duivels. Dus dat was allemaal... positief. Hij is ook altijd super positief geweest over alle spelers, over iedereen. Altijd de sympathie zelf, heeft de juiste keuzes gemaakt. Dus ja, er waren vraagtekens, maar hij heeft iedereen toch wel duidelijk gemaakt dat hij een super, super goede trainer is. En net kregen we dat prachtige luchtbeeld van de markt, die er rood uitziet. Hè? De markt, ja. Een rode grote markt in Brussel. En een beetje verderop proberen de bussen door het volk heen te geraken. Stel je voor dat de fans
tot bij de spelers zouden kunnen geraken, dan kon je het vergeten. Toch waren ze inderdaad hun medailles kwijt. Ja, ja, om toch nog één keer terug te komen op 86. Wij zijn toen door de straten van Brussel geweest met kleine wagens. Hè. Dus met gewoon personenwagens. Dus dat waren allemaal cabrio's. En wij zaten daar met 2-3 spelers per wagen. Bereikbaar voor de fans. Ja, tuurlijk. Hè. Wij hebben onze medaille goed moeten weg. Ik zeg niet dat de bedoeling was van de supporters. Maar zij konden ons wel aanraken. En er liepen wel wat politiemensen rond ons. Maar we zaten gewoon in cabrio's, in kleine wagens, per 2, per 3. Dus, Krijg je dan een beetje angst ook van de massa? Op bepaalde momenten wel, ja, absoluut. Hè. Absoluut, want ja, dat was ook niet zo rijen dik als hier op deze plaats. Maar toch langs bepaalde delen van de weg stonden er ook rijen van 10 personen. Achter elkaar, dus en die dan zomaar een beetje dichter en dichter komen, dan we waren toch blij dat we veilig door die massa geraakt zijn en dat we veilig op de Grote Markt zijn toegekomen. Moet je daar naar links afdraaien, om richting markt te geraken, maar je ziet de mensenmassa. Ik weet niet of ze dit hadden verwacht. Dat vraag ik me niet af. Want ik denk dat het meer is dan ze hadden verwacht. Ja. Sta gewoon stil. Een bus kan niet draaien bijna. Ik denk dat ze moeite hebben in die bocht om gedraaid te geraken. Ja, ze moeten links en rechts zoveel mensen staan. Echt die balustrade of die dingen gaan verplaatsen om door te geraken. Maar de mensen die daar staan vinden dat niet erg. Dan hebben ze lange tijd om naar de duivels te kijken. Ja. Van kortbij. Foto's maken, doorsturen naar vrienden. De bocht is gelukt. Familieleden van de Rode Duivels die zijn intussen met andere bussen naar de achterkant van het stadhuis gebracht. Het gaat toch ook nog om een groep van een 150-tal mensen. Dus de familieleden die wachten hen daarop. Die hebben een rustiger plek om dit allemaal waarschijnlijk ook via monitors te volgen. Een van de spelers heeft al een 3-kleurige paraplu te pakken gekregen. Niet te verwonderen in zo'n mensenmassa's dat er dan sommigen het benauwd krijgen met deze temperaturen. Wellicht 35 graden of meer daar in de blakende zon. We hadden het daarnet over Martinez. Er waren dus inderdaad vooraf toch wel wat vragen over. Zeker na de vorige bondscoach ging het vaak over tactiek. Heeft hij zich bewezen als een goed tacticus? Maar dat is bewezen tegen Brazilië. Ja, maar ook tegen Japan. Hè. Ja. En ook het feit dat hij een hele ploeg heeft laten rusten. Oké, we waren wel al geplaatst tegen Engeland, maar dat hij de andere jongens ook in het verhaal heeft betrokken. Dat zijn allemaal zaken die in zijn voordeel pleiten. Hè. De keerzijde van de medaille is nu wel dat hij de interesse heeft gewekt van heel veel andere landen. Hè. Er was al tijdens het WK... Spanje werd gefluisterd. Ja, er was al tijdens het WK Spanje. Oké, dat is nu van de baan omdat Luis Enrique daar bondscoach wordt. Maar ja, ieder voordeel heeft natuurlijk ook een nadeel. En misschien is het nadeel, want hij zei het trouwens in de persconferentie gisteren, of veer, ik denk gisteren, dat hij niet kan beloven dat hij binnen 2 jaar nog bondscoach van België. Hij zei dat met een kwinkslag in de zin van... Als ik slechte resultaten heb, dan lig ik misschien buiten. Maar het kan ook anders. Als hij blijft presteren op de manier waarop hij nu presteert, dan kan het ook zijn dat er andere landen of clubs zich aanbieden terug. Hè. Er was kritiek op de voetbalbond dat ze zijn contract verlengd hebben voor het WK. Ja. Dat blijkt nu misschien een goede zet geweest te zijn. Ja, maar je moet weten dat hij ook
een relatief klein contract heeft tussen haakjes in vergelijking met andere coaches van andere landen en zeker clubcoaches. Dus de bond heeft van de situatie gebruik gemaakt door hem voor het WK te laten tekenen aan vergelijkbare voorwaarden. Dat is een risico, want zoals je zegt inderdaad, als het WK slecht was afgelopen, dan had je met een veel zwaardere opstapvergoeding moeten gezeten. Maar nu hebben ze natuurlijk een heel goede zaak gedaan, financieel ook. Hè. Niet alleen sportief doen ze een goede zaak, want ja, ik denk dat er meer dan 20 miljoen wordt overgehouden aan dit WK voor de bond. Oké, daar moeten nog premies af voor spelers en zo verder en kosten. Maar dan nog zit je aan denk ik ongeveer de helft van die 20 miljoen. Je hebt natuurlijk ook, er was een speciale premie ook voorzien voor Martinez bij het behalen van die plaats. Dus dat zijn allemaal zaken die je wel in rekening moet meebrengen. Maar uiteindelijk komt de bond er op financieel gebied, zeker, en nu ook op sportief gebied, heel goed uit. Ze naderen stilaan de markt, als ze hier allemaal doorgeraken. Ik weet niet of we contact hebben op dit moment met Maarten Brex op de markt, de grote markt, of ze daar al merken dat ze in hun richting aan het komen zijn. Ja, de hit heeft in elk geval geen invloed op het enthousiasme. Wel op de commentatoren. Ja, de commentatoren. Die ons misschien ook niet kunnen horen daar in de heksenketel die daar ongetwijfeld om heerst op en rond de grote markt van Brussel. Blijven indrukwekkende beelden. Mensen die proberen zelfs pintjes door te geven naar de spelers die daarboven zitten. Prachtig beeld. Dat zullen we wel niet erg van. Mensenmassa's rond de Rode Duivels op weg naar de grote markt van Brussel. De jonge duivel, Tielemans. Ze naderen stilaan, meter per meter, de grote markt. Maarten Brex, voel je daar dat ze in aantocht zijn? Ja, Danny, ik heb het heel moeilijk je te horen, maar ik wil toch even melden dat de brandweer hier stilaan begint in te grijpen. Hier op de grote markt in Brussel, waar het bijzonder heet is. Cameraman is even gevolgd hier naar een brandslang waar er een soort fontein op bevestigd is voor de mensen hier toch wat verkoeling te geven. Vooral de honderden kinderen die hier ook aanwezig zijn. Het is bijzonder warm, boven de 30 graden denk ik in de zon. Zeker in het centrum van de grote markt. Er is ook water, extra water ter beschikking gesteld voor de duizenden mensen hier aanwezig die hier al uren staan te wachten. Maar de climax komt stilaan dichterbij. De Rode Duivels zijn achter de hoek, letterlijk. En kijk even op de klok. Binnen een klein half uur zullen ze op dat balkon gaan verschijnen. Maar de mensen hebben lang gewacht, maar hun geduld zal weldra eindelijk beloond gaan worden, heb ik de indruk hier op de Grote Markt in Brussel, waar toch historische taferelen zijn. Ik denk toch dik 10.000 mensen hier uiteindelijk op de Grote Markt, plus al die duizenden mensen in de straten. Beelden die we daarnet gezien hebben vanuit de lucht, bepaald indrukwekkend. Leo van der Elst spreekt me tegen, maar toch straffer durf ik te zeggen dan in 1986. Het is werkelijk schitterend om te zien hiervan op de eerste rij. Ik ga hem niet tegenspreken. Leo, je spreekt hem niet tegen. Nee. Ja, wij hebben het anders beleefd, hè. Ik bedoel. Maar het is toch wel heel straf en redelijk indrukwekkend. Een beeld van een wuivende Martinez.
Ik denk als we wereldkampioen geworden waren, dat ze nu al een standbeeld voor hem aan het maken waren. Het is nog niet te laat. Zou het kunnen, Leo, dat een man als hij nu toch nog weggekocht wordt na zo'n WK? Ja, uiteraard. Ik veronderstel dat er in die contracten afkoopsommen zullen staan. Maar ik heb het gevoel dat hij gehecht dat niet is aan, gaat aan dit verhaal. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er zo'n band is gegroeid, zeker tijdens het WK. Ik heb niet het gevoel dat hij voor het geld gaat kiezen. Ik denk dat hij met deze generatie nog iets beter en iets straffer wil doen. En dat hij zeker de komende 2 jaar gaat blijven. We zagen daar Thierry Henry, een man waar natuurlijk ook een en ander over te vertellen valt. Wat is Gilles zijn rol geweest, denk je, bij dit toch succesvolle parcours? Maar in eerste instantie, Thierry Henry heeft zowel het EK als het WK gewonnen als Frans International. Is toch een legende, een levende legende van het Franse voetbal. En heeft met zijn ervaring en zijn kennis van zaken op dat niveau toch wel in eerste instantie de aanvallers kunnen bijstaan, kunnen sturen, kunnen tips geven, kunnen de omstandigheden uitleggen waarin ze zouden moeten presteren en wat er aan de hand was. Maar ook voor de rest van de ploeg denk ik dat het een boost geweest is om iemand als Thierry Henry met die nodige kennis en die nodige ervaring erbij te hebben. Ik heb het nu ook dagelijks beleefd op training. De manier waarop hij vriendschappelijk omging met iedere speler. Dat doet toch, ook al ben je zelf een De Bruyne of een Hazard of een Company, het doet toch wel altijd wat als zo iemand op zo'n manier met je omgaat. Het leek mij, zoals Leo daarnet zegt, van Martinez ook meer dan zeg maar een professionele band. Hè, dat hij ook echt gehecht is ook aan dit team en aan dit verhaal. Wat ik bijvoorbeeld ook al weet, is hetgeen hij, zijn salaris, dat gaat integraal naar een of ander doel. Omdat hij natuurlijk rijkelijk betaald wordt bij Sky Sport als analist. Ja. Dus daarvoor doet hij het al zeker niet. Bovendien kwam de kans via Martinez om, want hij heeft zelfs natuurlijk ook ambities als trainer, om zijn diploma te halen op die manier bij de nationale ploeg. Er was zelfs een rel op een gegeven moment tijdens het WK voor de wedstrijd tegen Frankrijk, waar de Franse pers zich de vraag stelde hoe het kon dat iemand met zijn status en zijn ervaring voor het als buurland, Franse topscorer, ja, voor het buurland aanwezig was op het WK als hulptrainer en niet voor de eigen Franse nationale ploeg. Dus om maar te zeggen dat hij toch wel iemand is die toch wel een meerwaarde heeft betekend voor de nationale ploeg, voor de Belgische. Maar gaan we hem kunnen houden? Of is zijn verhaal bij de duivels voorbij? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of dat hij zijn diploma nu wil verzilveren en zelf ergens wil aan de slag gaan als coach. Maar ik denk dat het voor iedereen nog wel goed zou zijn en positief zou zijn dat ook hij blijft om die... Ja, misschien 5% dat we nog nodig hebben om Europees kampioen te worden, om die nog mee te ondersteunen. Dus ik denk niet, maar dat is persoonlijk, ik denk niet dat er veel gaat veranderen aan de staf. Dat iedereen gaat blijven. Dat ze de rechterhand, wel... Graham Jones, heeft al getekend, zeker. Die blijft ook, denk ik. Ik denk dat iedereen gaat blijven. Ja. Je moet weten, dus Henry is gekomen op aandringen van Martinez. Dus als het zo zou zijn dat Martins op een gegeven moment afscheid zou nemen van de nationale ploeg, dan denk ik dat ook de rest van de staf, dat is tegenwoordig zo in het hedendaagse voetbal. Maar zolang die mensen zolang Martins aan het roer blijft, zal de rest van die staf, en daar is ook geen reden voor, zal de rest ook blijven. Heeft de staf het maximale uit deze groep gehaald of nog net niet? Ja, het maximale denk ik wel dat ze uit de groep gehaald hebben. Alleen zat het niet altijd mee om in de wedstrijd, vooral tegen Frankrijk. Dat is eigenlijk het enige minpunt in heel het verhaal. Dat je toch met een wrang gevoel blijft zitten. Want als je de wedstrijd nog eens herbekijkt gedurende die 90 minuten, waren wij... Frankrijk heeft gewoon het sluwer en tactisch iets beter aangepakt dan ons. Zij hebben ons opgewacht. Zij hebben op de juiste momenten proberen uit te breken. En uiteraard hebben zij een ploeg met enorm veel kwaliteiten. Maar ik blijf erbij dat we binnen een x-aantal tijd gaan tot de vaststelling komen dat we eigenlijk die finale hadden moeten spelen.
In elk geval, naar toekomstige toernooien gaan we niet meer zeg maar schaduwfavoriet zijn, maar gaan we echt bij de favorieten zijn van vooraf aan. Hè? Ja, en terecht ook. Hè. Ik denk dat we dat nu ook al wel een beetje waren, dat we daar zo een beetje gegroeid zijn in dat toernooi. Dat ze op een bepaald moment, ze wisten dat al, dat we heel goed konden voetballen. Want 28 op 30 in de groepsfases voor het WK, dat is al sterk op zich. Oké, er waren geen echt grote landen bij. Maar nu dat je Brazilië hebt naar huis gespeeld, dat je ook Frankrijk het vuur hebt aan de schenen gelegd en eigenlijk had moeten winnen, denk ik dat vele landen ons vanaf nu helemaal anders gaan bekijken. Absoluut. Maar je moet weten, Daniel, we moeten af, echt waar, we moeten af van dat idee van minderwaardig en dat complex dat wij als... Dat Belgische complex, ja. Echt waar, we moeten daar echt vanaf. Die gasten, die zitten in alle topclubs in Europa. Die zitten echt in alle topclubs van Europa. Dus die weten wat het is om... In een belangrijke rol, ja, dan nog. Om op dat, om, in een cruciale rol, hè, dat zijn bepaalde spelers in die clubs. Die weten wat het is om dagelijks met die druk, met die omstandigheden, met de verwachtingen om te gaan. Dag in dag uit, omdat ze al zoveel jaren op dat niveau voetballen. Dus die komen naar een nationale ploeg met al die ervaring. En dan komen die beste spelers van die bepaalde clubs, komen die nog eens bijeen bij een nationale ploeg. En dat kan alleen maar... Dus wij, of tenminste de media of het gevoel, zit op dit niveau en zij zitten echt op een totaal ander niveau qua denkwijze. We hebben dan ook nog vaak het gevoel als Belgen dat we zeggen, ja, het zijn te veel vedetten bij je en je moet er ook nog wat werkers tussen zitten, maar dat bleek niet nodig. Nee, dat is omdat we nooit in die situatie geweest zijn. En ik zeg het, als je de evolutie volgt van sinds 16 tot nu, Dan kan je alleen maar tot de vaststelling komen dat het wel mogelijk is om met heel die bende vedetten en topspelers een ploeg te maken en een ploeg te maken die aan hetzelfde zeel trekt en die echt de zin heeft en de ambitie heeft om er gewoon alles ook voor te doen. Ik zag gisteren een analyse op BBC waar ze vlak af zegden het doelpunt dat Jan Ouzaï gemaakt heeft België de finale gekost en misschien zelfs de wereldbeker gekost. Ja, ik las dat vandaag ook ergens, dat er een of andere journalist zei van ja, hadden we maar durven rekenen. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Ik bedoel, dan konden wij nu ook in de finale gestaan hebben en die gewonnen hebben. Het is... Met een prachtig parcours dan. Ja, natuurlijk. Ja. Uiteindelijk gaat het er inderdaad wel over, ja, bereiken die finale of niet. We zijn er net niet in geslaagd, ja, door één stomme hoekschop, door één stomme fase eigenlijk. Maar ja, beginnen rekenen dan in de andere helft. Dat gaat niet rekenen, dat gaat niet. Dat gaat gewoon echt niet. Je stapt niet het veld op met de bedoeling om te verliezen of de bedoeling om gelijk te spelen of om tweede te worden, om minder te reizen. Dat doe je gewoon echt niet. Dat kan niet. Die gasten denken ook zo niet. Je zag ook bij het doelpunt van Jan Ouzaï en Thierry Henry die enthousiast rechtsprong en zo. Dus, ja, maar ja, je zit wel op een WK, hè, Danny. Dat is niet, een of ander klein toernooi dat je daar... De bus staat daar stil. We zijn in de buurt van de Grote Markt. Maar gaan ze van daar uitstappen of om richting Stadhuis te gaan? Dus een beetje afwachten. Ze worden in elk geval meer en meer meegezogen in de sfeer van het publiek. Staan recht, applaudisseren mee. Ja, stap uit. Het publiek is ook slim, hè? Het publiek weet ook wat er gaat gebeuren. Wat de strategische plaatsen, ja, zijn om kort bij te staan. En dit is waar het allemaal naartoe zal gaan straks. Maar ik denk dat ze via dus de achterkant, de binnenkoer van het stadhuis zullen gaan. Ging dat bij jullie ook zo toen, ja, in de tijd? Ja, wij zijn ook achteraan binnengereden met de gewone wagens dan. En dan was er een...